Yo, kijk van Game met Max, welkom bij weer een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we terug in Mindtopia en we staan natuurlijk op Unique Island. Dat had ik al in de vorige video aangekondigd. Ik had nog wat Grey Coins, kijk maar, ik heb 4 Grey Coins en dit is een fan, gangster, gamer NL en die wou met mij meelopen. En ja, die mag voor mij meelopen. Ik kan dus één crate openen en iemand kreeg net een fastpass uit zijn crate. En ik heb hem even overgekort voor 15k, zodat ik niet lang hoefde te wachten in de rij. Dat kost me wel, denk ik, veel meer geld. En we mogen erin. Kijk maar, wij zijn met de fastpass. Daar heb ik 15k voor betaald. Dus dan duurt het iets minder lang in de rij. We moeten over de poort. We zijn aan de beurt. Godsamme. Hallo. Nou, nu moet ik mijn loot crate bestellen, denk ik. Ewa. Ja, ze horen mij niet. Hey, en wie het gaat betalen? 1 crate van mij. Nou, normaal. Als jij de rest betaalt, is Epic ook goed, kappa. Ik heb natuurlijk maar 4 coins. Nou, we gaan dus een crate openen. En ik weet niet, boven zijn ze nog aan het openen. Ik weet niet wie er aan het openen is. Eén crate. Ik ben in wit, dus pak je shine. Shine. Oké, ik mag door. Oké, ik ga me zo meteen ook unmute op Teamspeak. En de gangster gamer en naga met mijn Melo. Hij had net al dikke epic crates geopend. Hij heeft dikke elytra koffer en hoed gekregen. En ik ga 1 crate openen. Dat is natuurlijk maar 3 coins. Dus zoveel zal ik ook niet uitkrijgen. Met een gelukje heb ik iets zeldzaams. Maar ik denk dat we gewoon een hem gaan geven of zo. Hij is pas level 1 of 2. 1. Ik heb er toch niet zoveel aan. Maar dat is leuk om weer een loot crate te openen. Willen jullie meer loot crates? Dat ik een keertje gewoon 5 loot crates ga openen. Laat het achter in de reacties. En like deze video. Als we... Ja, veel views krijgt, veel likes, veel reacties, dan ga ik al een keertje Grey Coins halen. En dan gaan we er veel meer openen. Maar vandaag dus even 1 crate. En wanneer zijn we nou aan de beurt? Ik wil er één. Oh, hier is Stimmers nog aan de beurt, zie ik. Hey, kijkers van Max, like. En jij dat van dat filmpje? Nee, dat ben ik niet. Mensen zeggen dat ik ben, maar dat ben ik niet. Nou, mogen we nou... Mogen we nou, duurt lang. Stel je voor, ik moest helemaal die rij wachten, werd ik helemaal gek. Dus gelukkig heb ik die fastpass gekocht van iemand. En hoef ik niet zo lang te wachten. Even kijken, ja, dit is echt een lange rij. Nou, mag ik nou? Ik zou hem ook unmute op 10 zitten horen, jullie de mensen die het openen ook. Volgens mij is Willem het openen en Frank Tank. Even kijken. Is diegene? Nee, die staat er nog steeds. Volgens mij is die Tim echt... Ik weet niet. Ik ben nog steeds boos op dat je mijn stack blauwe bloemen... Oh ja, ik had haar vermoord op Kingdom, dat weet ik nog wel. Ze zit in Aos. En dan had ik haar vermoord en haar bloemen weggegooid. Wat is je fitheid? 113. Mogen we nou? Hoi. Voor Greco... Vanavond Greco en... Misschien kunnen we wel Greco's kopen. Nou, het duurt wel erg lang. Ik weet niet wat die Tim allemaal aan het kopen is. Of is hij niet aan het openen? Ik weet het eigenlijk niet. Waar is het podium überhaupt? Ik ben helemaal... Ik weet niet... Even kijken, waar staan de stafleden? Die moet ik zoeken. Dit is de tribune. Oh nee, daar. Oh ja, Brambi. Die had dikke epic race. Daarom duurt het zo lang. Ik was al aan het denken. Waarom duurt dit zo lang? Nou, hoe lang nog? Dit zal nog wel even gaan duren, dus ja, als ik jullie was, zou ik gewoon de video doorspoelen of zo, weet ik veel, tot we naar boven lopen. Ze zijn bijna, dus ze zijn bijna klaar. In ieder geval, like deze video, sub, en laat achter als we nog een keer veel loot crates moeten gaan openen. En echt gewoon veel, gewoon een epic crate en 5 normale, gewoon echt superveel. En ja, wie weet hebben wij geluk. Denk je dat we geluk hebben, dat we iets goeds krijgen, laat het achter. En dan, ja, kijk wat jullie denken. Wel achterlaten voordat ik het ga openen en niet vals spelen. Hey, Storyano Gamer is er ook. Hey, Storyano Gamer. Even kijken, wie staat er allemaal in de rij? De Edgar ken ik, Just Eric ken ik, Dit is Luke ken ik. Joost ken ik. Henk, Jan, Metroman.
Die was volgens mij geband voor Kingdom. Daarvan ken ik die volgens mij. En ja. Onze fan Gangster. Gangster Gamer NL. Die heeft echt een derp skin. What the fuck. Die heeft echt een derp skin. Lol. Kijk over dat gezicht. Oké, zijn we nou aan de beurt nog steeds niet? Man. Schiet eens op. Ja. Zijn we aan de beurt? Ja. Dan ga ik me... Oh, het lijkt... dat is allemaal vuurwerk. Daarom lijkt het. Nou, ik denk dat we aan de beurt zijn. Ik ga me unmute op Teamspeak dan horen. Jullie, de mensen die de lootcrates openen ook. Nou, zijn we nu aan de beurt? Ik denk het wel. Ja, we zijn aan de beurt. Nou... Sam was gaan unmute op 10. Ah, wacht eerst even tot ik op dat hekje kom. Ik weet niet, wie zal mijn lootcrate openen? De Frank Tank of Willem, denk ik. Ja, want Willem zijn de enige die er staan. En deze gast wou echt heel graag mee. Lol. Kom aan. Hoi. Hoi. Open. Zelfs met een fastpass vind ik het lang duren. Hey Frank Tank. Hoi. Frank Tank. Ja, oké, ik unmute me nu op Teamspeak. Komt die aan, hoor. De man. Ja. De normale kreet. Ik zal eens even de normale kreet voor jou erbij pakken. Ik neem op. Pak je shine. Nou, pak je shine. Ik neem op, pak je shine. Dat zou ik zeker doen. Dus even kijken, hoor. Jij hebt één normale kreet. Eén normale kreet. Daarin zit een Elytra Enchanted. Lol. Lol. Ik heb het al gezien. Een fastpass, zodat ik nog een keer zo snel aan de beurt ben. Lol. Een witte chatkleur. Ik weet niet of je die al had, maar het ziet er heel mooi uit, sowieso. What? En een speedboot snoop op 03. En daar ben jouw 1 minuut kwijt. Lol. Wat? Ja, Eén kreet! Ja, dat is één kreet. Ja, lol! Mooie spullen natuurlijk tussen. What the fuck? Nou, mensen, jullie zien het dus met. Ja, dan mag je bij de uitgang. Wat? Wacht. Zeker weten één normaal. Even thumbnail maken. Even thumbnail maken. Ga er even staan, Frank. Verstaan. Hier, kom. Geen F5 screen, hè? Hij maakt een. Ja, dat weet ik niet. Ja, nice! Ja, ik ben helemaal blij mee. Dan mag je naar beneden. What the fuck, man? En dan mag ik Gangster Gamer NL erachteraan. Toppie en. Nou, what the fuck. Ik open één normale crate, mensen. 1 crate van 3 Grey Coins. En ik krijg Speedpoots 0.03. Witte chatkleur, een fastpass en een. Volgens mij is het een. Ik weet niet, is het een unbreakable Elytra? What the fuck, man. Was dat één? Ja, één normale kreet. Zo geluk. Holy shit. Nou, mensen, jullie zien het dus. Met 1 kreet kan je ook gewoon goede spullen krijgen. Nou, we gaan de gangster gaan we wel even wat geven. Gangster, hij heeft nog geen witte chatkleur. Kom. Dan gaan we hem gewoon die witte chatkleur geven. Nou, want ja, ik heb hem natuurlijk al. Hier, mag jij hem hebben? Omdat we zoveel geluk hadden tijdens het openen, krijg je die. Nou, ik had er niks aan. Die speedboots en die elytra kunnen we misschien een keer weggeven. En die fastpass kunnen we natuurlijk voor de volgende keer gebruiken. Maar mensen, jullie zien het dus. Ik denk dat ik vaker lootcrates ga openen, want ik heb echt ziek veel geluk. Ik heb dus gewoon letterlijk met 3 Grey Coins. Het kost echt amper wat. Wow, politie met wapenstok. Wow. Politie met wapenstok. Ik ga wel even weg. Even stoppen. In ieder geval, met 1 lootcrate kan je dus ook gewoon dikke shit krijgen. Dus ja, in ieder geval. Ik denk dat ik dit vaker ga openen, want lootcrates zijn er gewoon dus. Ook al heb je er maar eentje. Dit was mijn coins, omdat ik naar het DDG event ben geweest. Kreeg ik deze coins, kreeg ik 3 Grey Coins. En ik had er natuurlijk al eentje, omdat ik zoveel dagen online ben geweest. Even kijken, wanneer krijg ik mijn volgende? Over 11 dagen krijg ik nog een coin. In ieder geval, met 3 Grey Coins bewijst dus dat je ook gewoon goede shit kan krijgen. En ik weet niet, is er nou een breakable? We gaan het gewoon testen. Oké, we gaan het gewoon testen. Is er een breakable Elytra?
Hij is nog niet kapot. Als het een unbreakable Elytra is, hè? Holy shit. Nee, dit is gewoon een unbreakable Elytra volgens mij. What? Dan heb ik er twee. Ja, dan gaan we deze natuurlijk weggeven. Ja, dit is gewoon een unbreakable Elytra, mensen. Die is gewoon 200k waard of zo. Nou, we gaan nog even meer vliegen om te testen of het echt zo is. Ja, volgens mij is het gewoon echt een unbreakable. Plus speedboots 0.03. En dan natuurlijk die witte chatkleur, maar die hebben we onze kijker gegeven. Wat die zoveel geluk bracht. Volgende keer ga ik hem ook denk ik gewoon meenemen. Dat brengt gewoon zoveel geluk. Eén normale kreet en we krijgen gewoon dit. Dus, ja. Hebben we weer geluk gehad vandaag. Als je dit ook wil openen, je kan op de shop kan je gewoon die Greycoins kopen. Ik had het toevallig van een DDG-event. Maar 3 Greycoins, dat kost helemaal niet zoveel. Dat kost misschien 10 euro of zo, 15 euro. Dus dat is nog wel te doen. En kijk wat ik eruit gekregen heb. Gewoon ziek OP. Een Unbreakable Elytra, dus super nice. En dan was dit de video. Ja, laat natuurlijk likes achter. Ik had het natuurlijk nooit verwacht dat we zulke goede dingen kregen. Ik dacht, we krijgen misschien 3 non-enchant itempjes of zo. Maar dit had ik dus echt nooit verwacht. Witte chatkleur. Nou, hij zit dus ook even in de video. Ik had dus echt nooit verwacht dat ik dit zou krijgen allemaal. Maar ja, het bewijst dus, met 1 loot crate kan je ook net zoveel bereiken als met 1, ja, met 5 loot crates. Je moet gewoon geluk hebben en ik had dus geluk, maar ik denk dat ik dus vaker loot crates ga openen. Dit was dus de video, vond je het leuk? Like deze video, abonneer als je het nog niet hebt gedaan en ja, volg me ook even op Twitter, linkje in de beschrijving. Bedankt jullie voor het kijken, tot de volgende keer, doei!